Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag, ik moet nadenken, donderdag. Dat is de dag voordat jullie dit zien. Ik zit niet echt voor met mijn vlogs, omdat er niet echt veel interessant te doen was deze week. Ik heb eigenlijk niet echt iets gedaan. Nee, gewerkt. That's it. En thuis opgeruimd en van die dingen. Nu ben ik ook weer bezig met werken. Onze detox van Bikini Body is terug binnen. Er is net een hele doos aangekomen hier bij mij. Dus ik ga een paar nieuwe foto's daarvoor maken. Een paar leuke nieuwe beeldjes die we kunnen gebruiken voor de social media. Dus dat is wat ik nu ga doen. En daarna moet ik monteren. Nog een haul filmen. En tegen dan zal het wel al 5 uur zijn, denk ik. Ja, het is nu 2 uur dat Niels thuis is dan. Ik ben deze morgen naar de fitness geweest. En ik ben daarna naar kantoor geweest. Dus dat was mijn dag tot nu toe. En Muffin is hier echt heel kwaad naar mij aan het kijken. Je kunt zo kwaad kijken, jij, hè? Jij kunt toch kwaad kijken, zeg. En ze heeft weer een loopoogje. Ze last heeft van haar sinussen. Oeh, schatje. Schatje, patatje. Dus daarom heeft hij dat. Dus dat is mijn laptop. Hey baby. Who's a pretty girl? Who's a pretty girl? En Milky zit op zijn poefje hier. De poef van mijn zetel, hè, schat? Ja, had je mij kusjes geven? Dank u wel, baby. Dank u. Oké, let's take these pictures. Alright, de foto's voor de thee zijn gemaakt. Ik heb mezelf een thee gemaakt en ik ga dit nog opeten als snack. Zo'n sojabonen van de, oeh, dat is warm. Ik ga het hier zetten. Van de Albert Heijn. En Charlie Char staat op de tv. Ik moet altijd, als ik op mijn laptop bezig ben, iets van achtergrondgeluid hebben. Dus ofwel zet ik muziek op. Wel zet ik de tv op. Dus bij deze staat de tv op. Ik ga de foto's bewerken, online zetten en dan ga ik monteren. Tijd om te douchen. Oh, kijk mijn dressing. En Niels zijn kant is beter. Die heeft alleen daar en daar iets liggen. Maar dat is het. Mijn kant is echt heel erg. Oh. Ik moet er eens tijd voor maken. En vooral goesting voor vinden. Om dat op te ruimen. En dat heb ik momenteel niet. Ik ga mij douchen. Het is ondertussen 3:30. Ik moet nog een andere jogging pakken. Want ik ga deze in de was gooien. Als ik hem vind. Ik ga voor de Totally Too donkergrijze. Ik heb nu de roze aan en ik heb hem ook in het lichtgrijs. Ik wou echt elke kleur hebben, want het is zo zalig. Ik heb alleen paars en blauw niet genomen. Maar de rest wel, die zitten echt zo zalig. En ik heb ook wel goed nieuws voor jullie, want ze komen volgende week terug. Woehoe, het zal meer midden-eind volgende week zijn. Ik gok donderdag of zo. Dus binnen een weekje. Maar deze zijn echt zalig. Die zijn zo fleece binnenin. En oh, echt zo lekker. Baggy, oversized. Je kunt dit ook oprollen als je wilt. En oh, ja, echt zalig. Maar ze waren heel snel weg. Dus
Als jullie er een willen, hou zeker de social media van Totally Too in de gaten. Want daar zeggen we wanneer ze terugkomen. En dan kunnen jullie er als eerste in bemachtigen. Want ze waren vandaag, alleen gisteren, al allemaal uitverkocht. We hebben ze online gezet gisteren. En ze waren gewoon allemaal uitverkocht diezelfde avond. Dus it's going fast, hè. Oké, ik ga mijn schmink eraf doen. Hier een pukkel trouwens, die ik heel de tijd openkrap. En dan ga ik mij even douchen. En daarna dacht ik dat het misschien nog eens leuk was om jullie mijn haarroutine te laten zien. Allee, hoe ik die verzorg als ik uit de douche kom. Ik ga wel laten zien wat ik in de douche gebruik. 1 keer per week gebruik ik deze Purple Shampoo van Milkshake Silver Shine Shampoo. Die komt van bij Hair Advice. Ik zal hieronder even de Instagram van Hair Advice zetten. Want jullie kunnen gewoon sturen. En dan stuurt zij die op. Je kunt dus een DM sturen wat je wilt. En dan stuurt zij die op. Omdat ik kocht eerst op, ik weet niet zeker, maar ik denk bol.com dit merk. Maar dat was veel duurder. Dus nu koop ik daar. Dan gebruik ik shampoo. Allee, dit is ook shampoo, hè. Maar wat ik dus doe, 1 keer in de week gebruik ik die. Ik was mijn haren 2 keer in de week. En dan meng ik die. Dus doe ik half van dit en half van dit. En de andere keer, als ik de purple shampoo niet gebruik, pak ik gewoon een heel ding van dit om mijn haar te wassen. Ben bijna eruit. Dit is de Milkshake Sun & More All Over Shampoo. Moisturizing, dus voor je haar te hydrateren. En vooral in de zomer met de zon en zo beschermt ook. Maar zoals je ziet, bijna op. Maar de zomer is zo goed als gedaan, dus ideaal. Kan ik andere gebruiken. En dan gebruik ik ook nog Olaplex. Olaplex nummer 5. De Bond Maintenance Conditioner. Repairs, strengthens and hydrates all hair types. Dat doe ik erin vanaf eigenlijk mijn oren. Ja, nu zit hij in staart, maar dus het onderste stuk. Dan laat ik er 5 minuten in. Dan was ik de rest van mijn lijf, scheren, alles wat moet gebeuren. En dan was ik dat eruit. En dat is heel, heel goed voor het haar. Olaplex maakt het haar heel zacht. En ook deze 2 koop ik weer bij Hair Advice. Olaplex heeft zij ook, dus ideaal. Ik koop er alles. Dus gewoon een DM sturen. No spam. Dus dat is gewoon van waar dat ik het koop. En wat ik dan erna gebruik, zal ik laten zien als ik uit de douche kom. Oké, ik ben uit de douche. En ik ga even eerst een maskertje doen. Want ik heb zo, als ik zei, last van een pukkel hier. Dus ik ga even daar doen. Maar ik ga even gewoon plaatselijk doen waar ik wel last heb. Van onzuigerheden. Niet mijn hele gezicht. Voilà. Dit is mijn masker. Dus dat ga ik even laten trekken. Dan ga ik even nog wat dingen verder doen voor het werk op mijn computer. En dan kom ik bij jullie terug, want ik laat mijn haar eerst even een tijdje drogen, zo, in deze handdoek. Ik denk een 10 minuten tot een kwartiertje of zo, voor ik er productjes ga opdoen. Oké, het is ondertussen een kwartier later, denk ik. Als je kunt zien is mijn masker zo goed als gedroogd. Hier nog niet helemaal. Maar ik ga het er afwassen. En dan mijn haren losdoen. En verzorgen. Oké. Oh my. Dan voelt dat uit zo goed, hè. Zo vers gewassen haar. I like it. Oké, ik ga eerst mijn Gizou Hair Oil erop doen. Ik laat die altijd in mijn doos, omdat dat zo mooi is in die doos. Maar dat ziet er dus zo uit. Het is een honey infused olie van, hoe noemt die nu weer al? Negen Mirchali. Die maakt dat. Dus ik doe
zo een drupje precies. En dan ook weer vanaf mijn oren. En als ik dan nog wat aan mijn handen heb hangen, die zijn nog zo wat vettig, ga ik ook zo wat erboven, maar niet te fel echt hier aan mijn haarlijn. Want dan heb ik al ontdekt dat dat zo wat te vettig wordt. En dat willen we niet, hè? En wat ik dan doe, is Heat Protectant Spray. Die is ook van Gizou, dus van hetzelfde. Over heel mijn haar eigenlijk. En dan ga ik mijn haren drogen. Oké, met mijn Dyson Supersonic. Echt. Ik weet dat het redelijk prijzig is, Dyson spullen, maar het zijn wel echt de beste spullen die ik heb. Mijn stofzuiger van Dyson. Ik kan er echt niet zonder. Ik gebruik dat ding echt 2 keer per dag of zo. En mijn haardroger is ook echt, ja, het is gewoon geweldig. En zeker, ik heb extensions, dus mijn haren drogen niet heel snel. En met dit, zalig. En voilà. Ik weet niet hoe lang ik nu heb gedroogd, maar ik ben... Oei. Vanaf het begin tot nu 5 minuten en een half nu aan het filmen. Dus zo snel is mijn haren droog. Dat is echt zot. Als ik gewone haardroger gebruik of op hotel of zo, dan duurt dat echt zo lang eer mijn haar droog is met een haardroger. En de Supersonic droogt die echt vleesvlug. Dus voor mij is dat zijn geld waard. Okay, en dat is eigenlijk gewoon wat dat ik doe. Nu is mijn haar wel heel wild. Maar ik denk morgen vroeg of straks of zo dat ik die ga krullen. Melky is trouwens voor de eerste keer ooit zelf... Sorry, babe, maak ik u wakker. In de krabbaal gegaan. Jee, ik heb die daar wel eens ingezet, maar... Zelf is hij er nog nooit in gegaan. I love you. I love you, kleintje. Je hebt een paar kletten hier, hè. Ik voel het. Ik zal er nu maar vanaf blijven garen. Mijn licht hier zo mooi. Ik zal dat straks kammen. Ik ga even mijn make-up terug doen. Gewoon heel basic. Concealer en mascara. Omdat ik nog iets ga filmen zelfs. En... daarna ga ik eten bij Niels, zijn mama en Patrick. Dus daarom ga ik dat even doen. Hallo. Het is ondertussen 10 uur. Hey boy. En een wijntje aan het drinken, rode wijn. Krijgen van de mama van Niels. Van Chianti streep. Spattrip geweest en ben ik eens gaan proeven. Dus wel goed. Maar nou, we zijn net bij Niels, zijn mama en stiefpapa gaan eten. Wat hebben we gegeten? Broccoli puree met zalm. Dat was echt lekker. Wat heb je gezien? Daarom staan. Een shirt on oak. Oké. Okay. Hij is volwassen geworden op eik. Mm-hmm. Waarschijnlijk in eiken vaten. Nee, dat is een slimste. Dat is een slimste. Lach me niet uit, hè. Jij is slim, hè. Me niet uitlachen, hè. Maar ik hoop trouwens dat jullie mij horen met de dampkap. We gaan nu nog Love Island zien. Yes. En dan gaan we slapen. Wie van jullie kijkt er nog Love Island? Ik ben zeer benieuwd. Schrijf het in de comment section down below. Niels zegt, schrijf het in de comment section down below. Hè. Ik ben benieuwd wie dan nog kijkt. En als jullie Love Island kijken, wie is jullie favoriete koppel tot nu toe? Wie is uw favoriete koppel, Niels?
Van mij? Van Love Island, hè? Ja. Milky, wie kiest jij? Milky. Milks. Wie kiest jij? Zeg het eens. Geen bijna, niet. Wat? Geen. Geen? Nee. Oké, okay, geen dus. Niemand is een goede koppel. Een favoriete persoon? Axel, die praat niet. Ik ga er aan. Die met zijn blonde kleur. Kenny is een tweeling. Kenny. Hoe noemt hij weer al? Wij noemen die altijd Kenny, maar... Matthäus of zoiets. Mijn favoriet is wel Axel, denk ik. Lothar Matthäus. Omdat er zo'n rustige is. En ik vind dat best zielig, want al die andere mannen zijn zo opscheppers en hij is dat niet. Voilà, maar dat, daarom. Hij wordt daar zo precies voor kwalijk genomen. En dat vind ik best zielig. Want dat is wel een goeie jong. Allee... Denk ik. Allee, ik weet dat een beetje omdat dat vrienden zijn. Vrienden van Nick, dus Celine kent die. En ik heb die wel eens gezien. Maar ja, ik vind dat best zielig. Allee, die is gewoon rustiger en niet zo'n opschepper. En die daar zo zit te fitnessen en zijn spieren zit te tonen en van die shit. En die wordt er precies op afgekraakt. Maar dat is mijn favoriet van de jongens. En van de meisjes is mijn favoriet die Lisa, denk ik. Lisa vind ik wel leuk. Maar die één vind ik echt niet leuk. Fabienne, die werkt op mijn zenuwen. Die wil zo precies met alle boys zijn. En zo one of the guys zijn, zo. Ik weet niet. Allee, werkt op mijn zenuwen. Dat is een groot woord, hè. Maar als ik dan moet kiezen... Dus ja. Oké, gaan we kijken? Yes. Oké. Let's watch Love Island. Komt hier? Ik kijk dus op de wereldkaart. Het is al opeens wat de gaskast en nog de boom bestaat echt. Ja, ja, het werkt, hè? Ja. Je gaat die weer aan mijn hand liggen. Daar ga ik het woord. Mm-hmm. Zouden er nog vliegtuigen heen gaan? Dat was een grote boy. Oké. Hey, schatjes. Allemaal bij papa zegt, hè? Ik neem die dingen, de cat whisperer. Jij bent gewoon pussy magnet, jij. Wat? Cat whisperer? Zeg je dat? Ja. Okay. Je hebt Caesar Milan, met zijn witte tanden. En dan heb je, dat is toch met honden, niet? Ja, dat is, ja, en dan heb je Niels, de cat whisperer. Ah, oké. Okay. Oké, we gaan slapen. Het is ondertussen 10:55. Bijna 11:00. Dus morgen is het vrijdag, de laatste worky day. Yes. En dan is het weer weekend. Yes. We hebben wel een leuk weekend voor de boeg staan. Want we gaan naar Secret Garden. S'avonds. Met Nick, Celine, Alessandra, Thomas zijn daar. En Sanne en Kenneth. En zondag. En Laurens. En Laurens. Oeh, ja, Laurens is bij ons sowieso, bij ons bubbel. Dus, en dan zondag gaan we tegen de avond naar de kermis, denk ik. Maar we weten het nog niet juist. Maar alleszins, waarschijnlijk is dat de planning voor het weekend. Dus dan ga ik ook wel nog vloggen. Bent je moe? Zijt je moe? Ja? Oké, we gaan de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook. Een leuke comment na. En wij zien jullie volgende keer.